weer onder de mogen treden. 40, nummer 42. Is daarom niet hek van de bal met dit paard, Quick Love Rosette. Een zeer mooie barrage dit zien. En op 16e seconde achterstand van Erik van der Beuten wist hij gisteren in de tweede kwalificatie tweede te worden. Voor de Netherlands nummer 42, nummer 42, Henk van der Pol, Quick Love Rosette. Henk van der Pol die hier de grote prijs won in 1937. Met Henk van der Pol. Als hij hier foutloos doorheen komt, is hij een end. Nee, ja toch! Hoe bestaat het? Wij zijn hem kwijt. Gaat dit goed? Ja. Ja, dat... Dat liep even aardig uit balans. Herstelt zich goed, nog één hindernis. Tijd is perfect. En dat is goed. En de foutloos rit. 77-74. Kijk eens aan. Vier combinaties. En Rob Jansen, de parcoursbouwer, kan weer lachen. Emiel Takke, Miss Montana, Ben Meijer, Engeland met Nico, Albert Soer, Nederland met Okidoki, Henk van der Pol, Nederland met Quick Love Rosette. En dan krijgen we nog één ruiter in de ring voor het basisparcours. En dat is eraan mogen ruiken, die Albert Soer. Staat nu op een derde plaats. Aan de leiding Ben Meijer, tweede Emiel Takke. En de laatste ruiter in de ring, Henk van der Pol. Met Quick Love Rosette. Samen met de voorzitter van Indo Brabant, Gerrit-Jan Schinkels, dat zijn de eigenaren. Quick Love Rosette, dames en heren. Hier met de Nederlandse starter. En is de laatste starter in de barrage, Henk van der Pol. Ja. 8 jaar geleden is hij hier de grote prijs te winnen. Gaat hij opnieuw de Grand Prix van Drenthe op zijn afscherm? Moet hij foutloos zijn, sneller gaan dan 34,79 honderdste van de seconde. Het is toch frappant, hè, dat je hier in die Bernhardhoeve toch van die ijselijk spannende barrages hebt. In tijd denk ik niet dat hij het haalt. Draait wel kort. Dat gaat nog goed. 14,5 seconden. Hij is wat sneller zelfs. Houdt het tempo hier op weg naar die dubbelsprong nu. Moet dan toch terugnemen. Dat gaat goed en dat gaat goed. Dat kan nooit. Nee, dat was ook een gok die hij niet had moeten nemen. Maakt 4 strafpunten, komt goed over de laatste, 34,36. U ziet het, een hele snelle tijd, maar de gok die hij nam daar, dat was te veel. En daarmee staat de uitslag van de grote prijs van Drenthe staat vast. Die werd gewonnen door de...